Ik spreek met de club, nee. Nee? Nee, bezoek. Je hebt bezoek. Het is alle middag, Wilfried. NEC trainde vrijdag in aanloop naar de wedstrijd tegen Cambuur in de ijzige kou. Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat trainer Rogier Meijer nog een jaartje blijft. En dan staat er dus een blije trainer op het trainingsveld. Ja, natuurlijk. Het gevoel was al een tijdje langer goed van beide kanten. En het is mooi dat uiteindelijk nu ook naar buiten is gekomen. En heel blij mee. Zorgen dat we dit seizoen eerst goed afmaken. Ja, daar gaat natuurlijk de focus op liggen. Maar ja. Ik kan me ook voorstellen, lopen andere contracten af, dat jij je daar misschien ook nu wat meer mee gaat bemoeien? Of hou jij je daar niet mee bezig? Jawel, tuurlijk. Dat is in samenspraak met elkaar dat we dat doen. Alleen de focus ligt nu richting Cambuur. En gaandeweg de tijd zal ook meer de focus daarop liggen. Een van die spelers die nog geen contract heeft en het dus mogelijk overgaat, is Rens van Eijden. Hoe is het nu met hem na zijn blessure? Gaat goed. Zoals je zegt, denk nu een week of 4-5 weer bij de groep. Half wedstrijdje gespeeld en alles volgens prognose. Ja, half wedstrijdje gespeeld. Dat was met de reservecompetitie. Hoe ging dat? Ging goed. Het is even, we hebben natuurlijk de eerste wedstrijd in lange tijd. Alleen dat zijn wel de wedstrijden uiteindelijk om weer intensiteit van de wedstrijd op te doen. Dus ik ben blij dat ik die wedstrijd kon spelen. En ja. Verder ook geen reactie, dus dat is allemaal positief. Oké, een oefenwedstrijd, maar je wilt meer als speler. Zit er dan ook nog een competitiewedstrijd in dit seizoen? Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat die knie oké is. En we hebben daarin nog de tijd om te kijken hoe dat vordert. Wat ik zeg, ik heb voor mezelf gewoon het doel om dit seizoen nog een wedstrijd te spelen in de competitie. Of in ieder geval bij selectie te zitten om trainen lastig te maken. Daar doe ik alles aan. En voor de rest ben ik ook afhankelijk van andere partijen. Daar wil ik mij niet te veel mee bezighouden. En vooral focussen op hetgeen waar ik zelf invloed op heb. Tafsan had een droomdebuut bij Jong Oranje. Hij maakte de twee doelpunten voor Jong Oranje, waarmee ze met 2-0 wonnen van Jong Zwitserland. Ja, heerlijk. Blij dat ik mijn debuut heb mogen maken en dan ook nog eens 2 goals. Ja, dat is fantastisch. Ja, een droom die uitkomt, denk ik. Of, Ja, zeker. Ik had wel misschien gedroomd dat ik eentje zou scoren bij mijn debuut, maar ook nog 2. Dus heel mooi. Nu de focus weer op Cambuur, een directe concurrent op de ranglijst dan. Hoe kijk jij naar die wedstrijd? Nou, hetzelfde. Ik bedoel, als jij voor plek 8 mee wil blijven doen, zul je deze moeten winnen. En we willen graag naar boven kijken, dus wat dat betreft is de opdracht duidelijk. Nou, we hebben 2 keer tegen Cambuur gespeeld met wisselend succes. Maar ik denk wel allebei wedstrijden waarin we gelijkwaardig zijn geweest. En dat verwacht ik zondag weer. En het is altijd afwachten hoe je na zo'n breakie eruit komt, maar ik heb er wel een goed gevoel over. Ja, vol uitvak, hè? Volle support, dus ik denk dat je er wel naar uitkijkt. Ja, zeker. Ik heb het ook weer gemist om hier weer wedstrijden te spelen, dus kijk er zeker naar uit. Een vol uitvak in Leeuwarden en anders thuis lekker met RN7 aan op de radio de wedstrijd volgen. Barreto is er zeker niet bij, maar er was nog een speler die vrijdag ontbrak. Bart Verrooy, die was afwezig, als ik het goed heb gezien. Ja. Hoe komt dat? Ja, die voelde zich niet lekker. Dus of hij echt ziek, dat is wel een heel groot woord nog. Maar hij voelde zich niet lekker om vandaag te trainen, dus hij is thuis gebleven. Nou, zullen we morgen verder kijken. Okay. Dankjewel. Yes.